Klaveropname, stilte in de studio. 5, 4, 3. Goedemiddag dames en heren. Welkom allemaal bij de aflevering van 26 november 2010. De week van Bertus. Ja, oh! Bertus, wat is er aan de hand? Oh, Bertus, we zijn begonnen. Oh, nee, oh! Wat is er? Oh, jongen. Ik ben in mijn nek gebeten. Je nek gebeten? Door een crimineel of zo? Ja, door een crimineel. Maar wie dan? Oh, mijn vrouw. Hier. Oh, hier. Oh, ho! Eindelijk wordt er hard opgetreden tegen overvallers. Ja, dat is wat, hè. Ik bedoel, met traumatische gevolgen voor de slachtoffers. Oh, nou, sla ze maar verrot! Nou, Bertus, het ligt iets genuanceerder, hoor. Niks ervan. De burgemeester heeft geroepen, sla ze maar verrot! Bertus, voor eigen rechten spelen heeft ook een nadeel. Ja, natuurlijk. Je krijgt het veel te druk. En dat je het werk niet meer aan kan. Ik had er laatst ook nog eentje de deur uitgeslagen. Hoezo? Ben je ook overvallen dan? Nee, dat niet. Maar ik heb een tuinhuis. Tuinhuis? Ja, en dan komt het vaak voor dat illegale daklozen daar komen slapen. Is dat bij jou gebeurd dan? Nou ja, althans, ik word wakker met een kater. Ligt er zo'n illegale dakloze bij mij op de bank te slapen. Dus ik draai helemaal door en heb hem eruit geslagen. Wow, nou die heb je vast niet meer teruggezien dan. Jawel hoor. Ha, nou ja, half uurtje later stond ze weer op de stoep. Met de politie. Met de politie? Ja. Ha. Bleek dat ik mijn eigen vrouw de deur had geslagen. Ha. Kan gebeuren, toch? Het bijvoeren van de dieren. Dat moet toch kunnen, of niet? Nou, vind ik niet. Maar Bertus, het is toch een triest gezicht. Als zo'n hertje voorover valt van de honger in een plas water en dan verdrinkt. Nou ja. Als je er snel genoeg bij bent, dan zit er misschien nog een lekker stukje biefstuk aan. Nou, Bertus, ik bedoel, dat lijkt me geen werkzame situatie. Nee, het is een heel gezeul hoor, met zo'n dood dier. Dus jij vindt dat we zo'n dier aan zijn lot moeten overlaten? Ja, in de breedste zin van het woord. Maar hoe bedoel je dat dan? Nou, ik vind bijvoorbeeld dat we de Poolse hoertjes op de wallen ook niet bij moeten voeren. Wat is dat nou, Bertus? Dat is een uitspraak, daar wil ik niks mee te maken hebben hoor. Hoezo niet? Als die meiden honger hebben, dan krijg je de marktwerking. En dan doen ze alles voor een tientje. Ha! Woensdag in de Volkskrant. Zo, bericht uit de Volkskrant? Ja, dat is even wennen voor je. Maar ik lees meerdere kranten op een dag. Oké, wat heb je gelezen dan? TBO! Een superplan! Meteen uitvoeren! TBO? Ja, ter beschikking van onderwijs. Een plannetje van Ahmed Marcouch. Ter beschikking van onderwijs? Is dat wat ik denk dat het is? Nou, dat denk ik niet. Maar het is voor criminelen die als straf op een interne school moeten. En daar pas van af mogen als ze een diploma hebben gehaald. Nou, dat klinkt inderdaad erg goed. En het mooie is dat je alle macht hebt. Alle macht? Hoe bedoel je alle macht? Nou, ze mogen pas van school af als ze alle tests goed hebben doorlopen. Zo kunnen ze jaren vastzitten, want je maakt het gewoon zo moeilijk als je zelf wilt. Nou, Bertus, dat zou ook niet mogen. Nee, met je scooter iemand invalide rijden, terwijl je net een juwelier hebt neergeschoten. Dat mag wel. Ha, nou, ik zie het wel zitten hoor. Het journaal komt een keer filmen. Oh, dat is Abdul. Die zit hier al 23 jaar. Die is nog steeds bezig met een moeilijke som. Ha. Tja, als je het zo bekijkt. Hey, laten we er een kijkersvraag van maken. Wie weet de oplossing op de volgende som? Ja, en mail je antwoord naar prijsvraag@deweekvanbertus.nl en maak kans op... Hier komt de som! Hey, ik zit net te denken, hè. Hey, je hebt nu dat preventief fouilleren, hè? Ja. Maar je kan ook preventief laten rekenen. Oké, en wat gebeurt er dan? Nou, je ziet een groepje staan. Daar heb je last van. Anders stonden ze daar niet. Dan komt de politie. Hey, jullie! 8 keer 24 plus 18 is hoeveel? Nou, niemand! Meekomen! Allemaal! Hoppakee! Ha. En dan zitten er weer 6 vast. Zo, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ga nog even naar onze website, want wij doen mee aan een Amerikaanse videowedstrijd en wij hebben jouw stem daarvoor nodig.
Dus ga naar de website www.deweekvanbertus.nl en ook daar staat de zon nog een keer beschreven. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Hey, weet jij trouwens 8 keer 24 en 18? Weet ik veel. Hey, hey, hier, oppakken die gast. Hey, heren, hier, afvoeren. Bertus. Ik ben te doen.